Tuurlijk. Vriend. Hansie. Alles goed doorstaan in het ziekenhuis vanmiddag? Dat ging... Ja, dat is ook voor onze kijkers is dat even, hè? Want daar hebben we nog controle, APK'tje gehad. Ik moet er wel onbenullig van naar de wc, maar... Dat hoeven de mensen niet te weten, denk ik. Vraag me dat niet. Oh, sorry. Wat doen we hier eigenlijk? Ja, 44 jaar tonnenzotters. Maar wij hebben als Sasselong TV geen steek? Nee. Wij kregen het verzoek van het bestuur van de tonnenzotters of ik mijn prinsensteek wou meenemen. En waarom dan? Nee. Moet je die opzetten straks? Dat weet ik niet. Ik laat me verrassen wat de heren en dames tonnenzotters in petto hebben voor mij. Is vast een vergissing. Nee, het is een vergissing dat Gert die veen kwiet is. Want zou ik u vertellen, Gert, ik heb voor u speciale mooie veen. Die mag ik van oom gebruiken. Hier. Dat is maar kippenveen. Die heb ze natuurlijk niet zien leren op bureau. Nee, jongen, hij is gewoon zo klein. Hij is gewoon weer kwiet. Oh. Ga maar naar binnen. Maar ik heb het met een gezellige avond van. Ze hebben goede artiesten. Nou, maar ik heb ook wel gezien wat er allemaal binnenkwam. Ja, dat zie je al helemaal binnen. Uit Assen. Herman Tergeloven komt eraan. Duurt lang. Met de pet op. Met de pet op. Oh. Dat wordt maar, feest. Ja, het wordt een mooi feestje, hè? Zullen we het gewoon meebeleven? Wie gaat het meebeleven? Nou, zullen we naar binnen gewoon dan? Wie gaat naar binnen, wie gaat achter Herman aan? Mooi zo. Dat was de 11e prins, hè? De 11e prins. De 11e prins van de tonnenzotters. Herman, ga maar mee naar binnen. Ik doe het hem zo. Hoi. Ja. Dag Herman. Dag Herman. Nou, kom maar eens in binnen dan. Ik ga naar binnen. Kijk wat er hier gebeurt. Je hebt de muts zo goed op, joh. Hè? Ja, je hebt de muts zo goed op. Ja, dat ben je nog niet verleerd. Nee, dat ben je nog niet verleerd. Goedenavond. Goedenavond. Ja, rustig je mond leeg, heren, hoor. Dan leg je hem even naar de voorzitter. Ja, wij doen dat zometeen, hoor. Wij doen dat zometeen wel. Ik wil zeggen, we hebben... de oordoppen van Sasselong TV, hè? Ronald, van harte gefeliciteerd. 44 jaar. Ik weet niet hoeveel of je ermee hebt gemaakt, maar het zal er best wel een heleboel zijn. Ik hoop... 44. Nee. Dus denk je leeft dat ook nog niet, hè? Nee, nog niet eens. Ik hoop dat jullie er nog heel veel jaren, mooie jaren bij krijgen. Zal best wel. Zodoende kunnen we ook nog steeds mooie filmpjes maken, mooie foto's maken bij jullie. We doen ons best. En ja, dan zou ik zeggen, doe wel je best. Ja. En maak Zwolle weer trots met de tonnenzotters. We zijn wel. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank jullie wel dat we erbij zijn. Ja, natuurlijk zijn we erbij. Ik wil je graag wel eventjes... Pinnige Job speelt. Oeh, aan de Akma niet meer spelen. Dat is gewaagd. Doe dat even, maar dat is in de zakje, Jan. Het valt mee hoor. Ja, ik heb het dus bij dag geoefend. Astrid? Gert, die moet straks nog even achter de schermen doen. Ja, niks te doen. Niemand hey, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je kunt me dat wel horen, hè? Jawel. Met die dop mee horen. Oké, dat is goed. Je bent wel een van de hele oudsten, hè? Van het rijtje hier, denk ik, of niet? De oudste. Da. Nee, sorry. Nee, oh nee, sorry. Maar leeftijd? Nee, dat weet ik niet. Nou, qua leeftijd is het ook. Hey, jij gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Maakt ook nog heel veel mooie jaren bij. En zorg dat ze weer groot worden. Heel groot. We gaan ons best doen. Ja. Zal ook gefeliciteerd. Hoe lang ben jij erbij? 10 jaar nu, denk ik. Ja. Sinds jouw vaste jaar, hè? Was jouw eerste jaar. Mijn vaste jaar toen was jouw eerste jaar. Ben ik bij de vereniging gebleven. Ja. Oh, mooi man. Als had je dan begonnen. En, ja. Nou, ik hoop dat ik het nog heel vaak mag meemaken. Hoop ik ook, ja. En nou ja, we zien jullie ongetwijfeld weer. En vanavond belooft het een mooie avond te worden in ieder geval. Goede artiesten. We gaan er een topfeest van maken. Dat dacht ik. Hé hey, jongens, bedankt. Dankjewel. En een fijne avond gewenst. Hey, Batse. Ja, Gert. Jouw vader is er een van de oprichters? Ja. Oh Hans, dan moeten we daar vanavond even een interview doen. Dat gaan we doen, hè, vanavond, hè? Nou, ik denk dat we dat beter nou even kunnen doen. Oh. Nou? Oh, nou, wat? Nou komt er nog wat zinnigs uit, denk ik. Oké. Okay. Nou. Doen we dat deur of hier? Want deur is natuurlijk te vallen. Nee, je hebt toch die mooie microfoon. Dat doen we door, gezellig. Ja? Ja, nou, kom maar, naar binnen. Sleep me mee wat meer naar achteren. Of... Nee, hoeft niet. Zo, die kreeg geen beurt, hoor. Ja. Ik ben aan de beurt. Ja. Nou. En ik zeg altijd nog, voor dat gedonder begint, hè. Ja. Nee, je hoeft hem niet weg, dan blijf je hier staan. Je blijf je gewoon staan. Jan, goedenavond. Goed.
Goeiedag. Mag Jan zijn, hè? Ja, nou ja, tuurlijk. Ja, ja. Stel die man even voor! Dat doet hij zelf in. Dat ook. Ja, met de woorden. Gerrit heeft een drukke dag gehad, want Batsen was niet op werk vandaag. Nee. Was ik niet op werk? Ik zei nog wel zo mooi van Jan, maar wie ben je eigenlijk? Ben Jan Halleverk. Bekende namen. Ja, ja, zeker. Bij jullie, hè? Ja. Ja. Nee, zeker. Het komt voortdurend te gelederen van mij, dus ja. De bekende Bats. De bekende Bats, ja. Ja, de, nou, dus ja, ik zeg, dus alleen nog, ik snap het niet, want ik zou mezelf geen Batsen nu, want ik ken een Batsen, dat is gewoon een stronskupper. Maar ja, goed. Dat vindt die Gert weer mooi, hè? Kijk maar aan die Hansie ook, hè? Wat is kick hem weer, hè? Ja, nee. Nou, dat knippen we er niet uit. Nee, dat laten we erin, hoor. Dat laten we erin. Maar wat ik eigenlijk vragen wou... No. Ik zie hier allemaal ontleden binnenkomen, maar uit betrouwbare bron hebben wij vanom dat een van de oprichters bent van de Tonnenzotters. Ja, dat klopt. Ja. Ben je op speciale uitnodiging hier vanavond? Als erelid, hè? Als erelid? Ja, ja. Oké, okay, en heb je nog wat te doen? Nee. Nee. Alleen maar mooi zitten? Nee, bier drinken. Ja, nee. En mooi wezen. Zeg, en wat dat betreft, even het goede voorbeeld te geven. Heeft niet eerst al, die heb ik van hem. Dus, dat is wel duurde zo lang voordat de buiten was voor dat intro. Ja. Dan weet ik het ook weer. Ja, maar dat leid je niet aan hem. Maar met hoeveel man met jullie begonnen, 44 jaar geleden? 11, hè? Met 11 man precies. Met 11 en een prins. Ja. Ja, wie was de prins? Ja, dat was ik. Omdat Maar Kiri loopt met een sting. Ik heb het net verteld nog, want ik ben zo vaak een prins geweest dat mijn sting is versleten. Ja, mocht dat eerlijk zo wezen? Ja, ik ben het eerste jaar bij de oprichting. Heb ze mee mag lieken als prins, want nou ja, goed, de man met de grootste bek die was aan de beurt. Maar ja, het tweede jaar, toen hadden we er niet zo gauw aan de dag, toen ook nog weer een prins voor het tweede jaar. Want het was bedoeld als geintje, eenmalig. Maar ja, toen moesten we voor de tweede keer weer. Toen zei ze, je hebt het vorig jaar zo goed gedaan, doe het nog maar een keer. Ja, en de pakken hij, dankzij de deurzakkers toen. Ja, de pakken heb je toen geleend van de deurzakkers. Geleend nog wel? Ja, zeker. Want de deurzakkers die hielden carnaval ook bij de biertonnen. Ja. Zeg, en het geval is zo dat de biertonnen die had soms zolder een bentwijn. En die kwam niet opdagen. Dus Jan van der Weert die was dik in de stress. Want ja, er was verder niks. We zeiden, dat regelen weet toch, kom weer als carnavalsvereniging wel op. Maar die pakken, want de deurzakkers die hadden op vrijdag altijd een carnavalsavond. Dus die pak of die kepen die hing er nog. Ja, die heb je maar geleend. Ja, het tweede jaar mocht we ze officieel gebruiken. Dus het eerste jaar was onofficieel? Ja, het zeg, toen het tweede jaar hebben we het weer gedaan. En toen ben we in 76 ben we naar de notaris gewoon en we het hele spul vast te laten leggen in het verenigingsregister. Ja, en zo is het gekomen. Ja. En hoe lang heeft het volbracht? Nou, ik ben in 91 nog prins geweest weer, officieel. Toen werd ik de eerste, de officiële prins, de prins Polleke. En ik ben in, langer ben ik erbij geweest. Dus, tot 84 of zo, toen ben je bij Rude West. Ja, ben ik 2 jaar ben ik de Rude West, 84. Zeg, en ik ben, nou, ik denk 89 ben je prins geweest toen. Of 89, goed. Ja. Hey, meer wacht. Gert, ja? Met wie ben ik nog aan het brood? Ja, ik weet het wel, maar Batsen weet het niet. Ja, nee, ik denk het ook niet. Nee, maar Batsen is mijn agenda. Dat bedoel ik. Ja, nee. En adviseur en manager, dus... Manager ook. Als er een regering is die nog een prins zag... Die man is verloren. De kans is klein. Hij heeft leeg geen steek meer. Ik drink Rivella, Gert drink Rivella, Randy... manager Sean had hij voor... Voor de versnapperen van het don, hè. Dat bedoel ik. Nee, dat was al leerding. Dat was al leerding. Nee, maar je hebt een mooie tijd gehad. Wat was het nog een mooi hoogtepunt? Er waren allemaal hoogtepunten. Oh, toppendansen was denk ik wel. Ja, nee, dat hebben we ook nog 3 keer aan meegedaan, aan toppendansen. Dus, En ben je ook actief geweest bij het gehandicaptencarnaval? Ja, daar ben ik ook medeoprichter. Dat doe ik nog voor het 39e jaar. Dus volgend jaar dan maken we er een jubileum van. Oké, leuk. Zeg, goed, de kerkdienst die heb ik hier in Zwolle geïntroduceerd. Ik ben oprichter geweest samen met koetsier van de Boerenkapel. De kapelmiddag. Dus, maar niet alleen nog hoor, zeg maar. Ja. Je hebt er een leeuwendeel in als. Ja. Mooi. Ja.
Dus nou, dan gaan we van op beschikken wat ze ervan kunnen brengen. Ja, ja, ja. Ik heb al gehoord een keur aan artiesten. Nou, alleen onze tante Kippen niet, hè? Nee. Nee, maar dat komt het koor, dat kon niet. Nee. Ik heb begrepen dat het achtergrondkoor kon niet. Ja, verplichting. Ja, nee. Verplichting, elders. Maar dat was dan een gemengd mankoor. Ja. En goed. Ja. Och, ja. Wat waren wij goed, hè? Waarom waren wij dat? Oh. En dat is het voordeel van een gemengd mankoor, hè? Het douchen, nog die tiet. Ja. Ja, no. Hey Jan, ik vond het onwijs gaaf in wat gehoord hebben voor vroeger. Ben je ook wiezeren worden dan? Oh. Nee, maar dat hoeft niet. Nee. Dat werd ook nooit van mij hoor. Dus, Tuurlijk, we slapen gelul dat hele carnaval. Ja, nou dan ben ik het met een wies. Dus, maar goed, we gaan kijken wat van wordt. Ja, nee, doen we. KWW, ja, kijken wat wordt. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, want het sluit niet af, want anders dan wordt de camera te zwaar op de schouders van... Ja, maar Gert begint dan weer hè. Maar Gert begint ook te zweten hè. Ja, maar dat is angst. Ja? Ja, ja, maar je weet hè, als Nezen zweet... Ja, nee. Nou, dan zeg ik helemaal niks meer. Jan, bedankt hè. We zien u vanavond vast nog wel een paar keer weer. Ja, ja, vast. Nou, ik ben niet zo lopig ook hoor. Nee, hoeft ook niet. Nee, mij wel. Ik zuur een vast toe. Ja, wat dat betreft helpen, valt die ver van de boom. Nee. En ik lach goed om de grappen van de klant. Zeg, weet je hoe je me biedt bij militairen? Dit is zo goed, kom hier al jarenlang. Met mij wil die jij hier nooit naartoe gaan. En dus wij. We zijn die handen, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dan zou je dat willen. Thank you.
was dan de Tonnenzotters. 44 jaar. Een gigantisch feest. Ja, het loopt nog deur. Want ik heb gehoord, het is nog niet afgelopen. Dus we gaan nog wel eventjes kijken. Maar het is voor foto's, film is het genoeg. Dus de volgende keer dan hebben we de smeren om, nog Gerda. Dan moeten we naar de WZV halen. Als eerste, ja. Als eerste is dan. Wie wint het achtergrondkoor van Tante Kippen? Ja, hè? Ja, zeker. Morgen is. Hoe noemen we zoiets? Een generaal. Nee, een primeur. Een primeur. Ja, de presentatie. De presentatie ja. Van de nieuwe CD. Ja. En daarna dan gewoon weer natuurlijk als een speer naar de Gleumschool. We schikken wie als er opkump als de nieuwe hoogheid. Ik dus ben benieuwd. Mensen, tot morgen. Ik zie jullie allemaal. Hoi. Tudum, 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 tudum.